Wij zijn nu toe aan onze muziekrubriek. Want in deze week van dodenherdenking en bevrijding is elke dag iemand te gast in Plein Publiek die iets vertelt over muziek in verhouding tot de oorlog, in relatie tot de oorlog. Vandaag ga ik praten met Jim van Nieuwenhuizen. Hij is een verwoed verzamelaar van 78 toerenplaten met oude Nederlandse amusementsmuziek. En daaronder zit ook heel veel muziek van Willy Derby uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en ook daarvoor trouwens. En ja, en dan denk je natuurlijk, die Jim, dat zal wel een oude man zijn die misschien nog wel een beetje meegemaakt heeft. Maar dat is helemaal niet zo, want je bent 27, hè? 27, ja. Hoe komt iemand van 27 nou, hoe raakt die nou geïnteresseerd in die muziek uit de oorlog, die amusementsmuziek? Ja, dat is een beetje gekomen omdat ik heb ooit een muziekje gehoord van Willy Derby, de eerste plaat. En die kwam ik toevallig tegen. En die heb ik eens laten horen aan mijn grootouders. Nou, en die bleken het dus allemaal te kennen. Ja. Ik denk, nou, dan moet ik eens iets verder op doorgaan. En toen ben ik eigenlijk helemaal zelf verslingerd aan geraakt. Maar waar kom je dat tegen dan? Ja, zoeken, rommelmarkten natuurlijk. En ja, veel boeken, oude artikelen. Maar ja, het is er hoofdzakelijk van rommelmarkten aan te kuren. Nee, maar ik bedoel ook vooral, waar kom je zo'n plaat tegen als je hem nog niet kent? Helemaal in het begin. De eerste. Zo, ja, ik heb een keer een grammofoon gekocht en er zat een hele stapel platen bij. En toevallig één van Derby. En die vond ik zo geweldig. Ja? Ja, dat het eigenlijk dat het begin is geweest. Welke was dat? Hallo Bandung. Hoe gaat dat ook alweer? Dat is een liedje wat hij zingt. Dat gaat over het telefoongesprek van de moeder en de zoon vanuit Indië. En hoe gaat dat? Hallo Bandung. Ja moeder, hier ben ik, zo gaat dat dan. Dan zingen ze een heel telefoongesprek door de radio. En jij het ook? Nou, niet helemaal voorzingen. Nee. Zing je de liedjes zelf? Ja, meestal wel. Ja? Ik zit hard mee te brullen. Zullen we eens even één liedje, wat, nou ja, dat gaan we zo draaien. Dat is een liedje dat hij gemaakt heeft in de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja, in de zomer van 1940. Welk is dat? Dat is Annemie. Dat is een liedje, daar zingt hij dan over een verloofde van hem. Maar hij is meer geïnteresseerd in de voorraadkast, in het eten, dan in het meisje zelf. En het gaat dus eigenlijk over de hamsterperiode van uit de tijd van de mobilisatie, net voor de oorlog. En het begin van de oorlog sloegen al de mensen veel voedsel in natuurlijk. Ja. En daar waren ook boetes voor opgelegd, want dat mocht eigenlijk niet. Maar bij Annemie thuis hadden ze dat goed gedaan? Die had genoeg in huis en daarom was ze erg interessant voor de zanger. Annemie van Willy Derby. Pas verpand in een provinciestad. Annemie, hey die kleine schat. Heb haar lief, maar er komt een beetje paas erbij. Annemie, is geknipt voor mij. Omdat zij gehamsterd heeft. En een mens niet van liefde leed. Annemie, heeft sardientjes en biscuit. Annemie, kindje ben jij de vrouw die me past. Ik heb je lief om je volle provisiekast. Jij bent geen blonde vee, maar je zeef zit vol thee. En daar haal ik een vrede wel mee. Jij hebt geen seks en pilonnenbon, maar je kijkt niet zo nauw op een suikerbon. Jij kleedt niet het distingué, maar het toast en paté. En daar haal ik de vrede wel mee. Je hebt geen onbloste kijker, al de hemel diep en blauw. Maar in huis aan grote spijker hangen hamen. Jij bent niet een muzikaal zoals ik, maar bezit een baalrijk en gehakt in blik. Geconverseerd niet blasé, maar het boter voor twee. En daar haal ik de vrede wel mee. Annemie, ik krijg trek als ik je zie. Annemie.
toen was het dus al zo dat de liefde van de man door de maag ging. En deze Annemie had geen muziektalent, geen muzikaal talent, geen seksappeal. Maar ze had wel lekkere biscuitjes en sardientjes en gerookte rauwe hammen, rijst. Toast, paté, gehakt. Nou, dat zat allemaal wel goed. Die Willy Derby, wie was dat eigenlijk? Willy Derby, zijn eigenlijke naam was Willem Diebe. En de broer van Lou Bendy dan, die overigens ook Diebe heette. En die is begonnen als zanger rond 1918. Ja. Nederlandse liedjes. Hij heeft eerst een tijdje op de vaart gezeten als ober. En richting Amerika. Op een gegeven moment is hij in Nederland gestimuleerd door zijn vrouw om eens een beetje wat met zijn zangtalent te gaan doen. Nou, toen werd hij erg populair met de vertolken van het levenslied. Vonden ze dit nou heel mooi, deze zang, vroeger? Ja, hij was zeker nog in de jaren 30 iets populairder. En die Nederlandse liedjes, ja, iedereen kende ze. En het Engels taalgebruik was toch iets beperkter dan tegenwoordig. Ja. Dus je kon ze allemaal meezingen. Het klinkt hier al een beetje als een oude man, hè? Ja, dat was het inmiddels ook, want hij liep al een beetje tegen de 60, meen ik. En die gaat dan over zo'n meisje zingen dat geen seksappeal heeft. Ja, dat zong hij genoeg. En ja, hij was dus populair, zong dit. En die broer van hem, Lou Bendy, hè? Lou Bendy, ja. Dat was Lodewijk Diebe. Ja. En die hebben in het begin ooit nog eens een duo gevormd. Dat heeft niet erg lang stand gehouden. Toen zijn ze allebei apart gegaan en allebei erg bekend geworden. Ja. En Lou Bendy was echt als komiek, revuecomiek, erg bekend. Ja, maar met elkaar konden ze het niet zo goed vinden. Nee, die hadden nogal zo'n onenigheid, ja. En vind jij Willy Derby leuker dan Lou Bendy? Ja, qua zingen wel. Lou Bendy die heeft altijd meer een soort revue act en zo. En Willy Derby, ja, ik vind zijn liedjes vind ik prachtig. Maar dat komt ook vaak door die orkesten die erachter zitten. Grote Duitse orkesten, de Ramblers. En die spelen natuurlijk een mooi stukje muziek met die liedjes mee. Speelde hij in de oorlog ook met Duitse orkesten? Dit is van het Egon Kaiser Orkest, dat is ook Duits, het is nog in Berlijn opgenomen. Maar betekent dat ook dat het een beetje dubieus is eigenlijk? Nee, absoluut niet. Want dit is nog in het begin van 1940 en hij speelde al in de jaren 30 met die Duitse orkesten. Van Dobrindt, dat orkest Dobri heette dat geloof ik, van Otto Dobrindt. En dit van het Kaiser Orkest. Maar dat waren gewoon al van tevoren heel grote orkesten, erg beroemd. Ja. En dat speelt niet mee, maar dat heeft in principe niks te maken met zijn instelling. Want hij was juist erg anti-Duits. Ja? Ja. Wat vonden de Duitsers dan van zijn liedjes? Nou, niet zo erg geschikt, want hij heeft op een gegeven moment het lied Op de Grebbeberg gezongen. En dat was een hommage aan de jongens die gevallen waren voor het vaderland in 1940, mei 40. Ja. En op een gegeven moment zijn alle teksten en platen uit de handel genomen, want het was zo populair onder de Nederlanders dat het als een anti-Duitse actie werd gezien. En daarom hebben ze hem een tijdje later nog gearresteerd, omdat hij het lied zong. Heeft hij in Scheveningen in het Oranje Hotel gezeten. Oh ja? Ja, en daar is hij aardig ziek van geworden, want hij was hartpatiënt. En in 1943 hebben ze hem nog één keer gearresteerd. Zou hij een rood-wit-blauwe vlinderdrasje gedragen hebben. Nou, dat was natuurlijk ook een enorme daad in die tijd. En toen hebben ze hem weer gearresteerd en toen hebben ze medicatie onthouden voor zijn hart. Ja. Waaraan hij uiteindelijk is overleden in 1944, april. Ja. Dus de Duitsers mochten niet, maakte dat hem toch wel weer, want je zei eigenlijk voor de oorlog was hij populair, maar maakte dat hem toch nog wel weer behoorlijk populair? Ja, hij heeft een paar hele goede liedjes gelanceerd en op tekst van Jacques van Tol uiteraard, want die schreef voor vele grote artiesten. Nou, dat waren vaak altijd hits. Nou, en hij heeft in 43 het laatste liedje, ik heb een tuintje met Havana gezongen, dat ging over tabak. Mm-hmm. Dat is iets wat ze niet hadden, dus dat liedje was heel erg snel populair. En nou heeft hij zich erg goed mee naar voren gebracht, ook met Op de Grebbeberg. Ja. Kun je me nog eens, want je vertelde net, ik vind het ook mooi dat die orkesten erachter zitten, maar wat spreek je nog meer aan in die liedjes van Willy Derby? Ja, het is een soort, vind ik persoonlijk hoor, zingende geschiedenis. Het is, ik ben erg geïnteresseerd in de geschiedenis, maar als je dit hoort, dingen waarover ze toen zongen die erg normaal zijn, die zijn nu al verlopen, het bestaat niet meer. En het komt allemaal zo normaal naar voren. Je hoort echt een klank uit het verleden, dat vind ik erg mooi. Een tijdsbeeld wordt geschetst in die liedjes. Ja. En dat is leuk om dan terug te gaan. Is het niet een beetje oudbollig? Ja, dat is enorm oudbollig. Jonge kerel, zei. Ja, klopt. Het is erg oudbollig, maar ik vind het erg interessant. Het wordt steeds interessanter. Ja? Het is ook zo'n grote, er is heel veel geweest. En dan ben je geïnteresseerd in Willy Derby, nou komt Lou Bendy, Louis Davids, nou wie al meer. Alle revues en zo. Dus het is heel erg interessant. Het hangt allemaal aan elkaar en er is zoveel gemaakt. Ja. Dus je blijft elke keer iets anders ontdekken. Je duikt daar vol overgave in. Ja, dat kun je wel stellen, ja. En dan, want hoeveel platen heb je? Want dit komt geloof ik van een cd, hè?
Nee, die heb ik zelf op cd gemaakt. Ah, oké, okay, want hoeveel van die oude platen heb je? Dat loopt richting de 400 inmiddels. Maar, 400, ja. Dat zijn van die 78 toeren. 78 toeren. Heb je ook zo'n grammofoonspeler met zo'n luidspreker dan? Zo'n, ja, waar dan zo'n hondje voor staat? Ja, dat hondje staat er niet voor, maar... Ja, klopt. Ja, en die heb ik meerdere inmiddels. Ja? Ja. Echt een aparte hobby. En dan al die informatie die je hebt, doe je daar ook nog wat mee? Ja, ik heb een website gemaakt, omdat ik vond dat het een klein beetje aan de vergetelheid ontrokken mocht worden, om het zo maar te zeggen. Op internet kan je bijna niks van vinden, of kon. En inmiddels wordt dat ook al meer. Uh-huh. En dan heb ik gewoon van iedereen een stukje op het internet gezet. En dat is erg goed ontvangen, moet ik zeggen. Ja, wordt veel bezocht. Ja, leuke reacties op. Vooral de oudere mensen. Ja, ouderen en ook jongeren, hoor. Er zijn nog best wel jongere mensen die erin geïnteresseerd zijn. Ja? Je bent niet de enige gek. Nee, ik gelukkig niet. Maar je krijgt wel veel oude vrienden, lijkt me, als je daarin geïnteresseerd bent. Ja, het is heel veel... Nou, zeker die verzamelaarsvereniging bestaat veel uit oudere mensen. Maar ja, die vinden het alleen maar leuk. Denk ik. Die indruk hebben ze wel eens gewekt. Ja, dat jongere mensen ermee bezig zijn. Want dan blijven het toch nog een klein beetje, nou ja, actueel. En geven ze je wel eens wat? Wat zij nog van vroeger hebben? Ja, dat is net als wat je bij wie je terechtkomt. Sommige mensen hebben nog wat op zolder liggen. Die vinden het fantastisch om dat eens terug te horen. Dan geef je ze een cd'tje. Nou, dan krijg je of bladmuziek of wat platen mee. Er is het allemaal niet om te doen, maar het is wel mooi meegenomen. Ja, leuk om af en toe wat erbij te krijgen. Ja. Maar nog even terug naar de oorlog, want Willy Derby zong dus liedjes in de oorlog. Er waren ongetwijfeld meer. Ja. Waren er ook meer mensen die een beetje last kregen met de Duitsers daardoor? U bedoelt op Derby zelf? Of? Nee, ja, andere artiesten die net als hij vastgezeten hebben. Ja, Lou Bendy heeft het zelf ook. Ze boer ook. Dus. Ja, die heeft ook vastgezeten. Ik kan zo even niet zeggen waar. Ja. Maar dat had ook te maken met het verkeerd zingen van een bepaald liedje wat niet echt door de Duitsers geaccepteerd werd. Maar in 1941 moesten ze allemaal bij de cultuurkamer aangesloten zijn. Ja. Anders mochten ze niet optreden. Ja. In die tijd werden dan ook al die liedjes heel erg gecensureerd. Dus er kwam geen anti-Duits woord meer in of wat dan ook. En daar was Willy Derby ook bij aangesloten? Ja, want anders mocht hij niet optreden. En is dat verantwoord? Nou, ze moesten wel, anders konden ze niet meer optreden. En daar is naar de rand natuurlijk wel een hele discussie over geweest. Maar als ze dat niet deden, dan moesten ze stoppen met werken. Nou, ja. Je kon natuurlijk ook gewoon je liedjes door blijven zingen. Alleen er zijn er wel eens een paar die hebben gewoon het vaderlandse liederen lopen zingen. En ja, dat werd niet geaccepteerd, want er zaten ook gewoon spionnen in de zaal van NSB of wat dan ook. Ja. En die dat allemaal netjes noteerden en naar de cultuurkamer opstuurden van die en die is een overtreding geweest. En daar werden ze naar de hand wel opgevat. Heb je trouwens thuis ook van die mooie liedjes over de bevrijding? Die zijn er wel, maar er zijn er vaak allemaal van wat die ik zelf heb hoor, van later data. Ja. Heintje Davids heeft natuurlijk ook nog genoeg gezongen. Die is zelf ondergedoken geweest. En die heeft een mooi liedje gezongen. Ik wil leven 100%. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de onderduikperiode. Ja. Maar dat is allemaal wat later opname data. Ja, oké. Okay. Die website van jou, als mensen hier nog eens wat meer over willen weten, wat is het adres? Dat is makkelijkst op te zoeken via een zoekmachine bij Welkom Terug in de Tijd. Welkom Terug in de Tijd. Ja. En voor mensen die wat meer willen weten over dit programma, kunnen ook nog even kijken op www.ncv.nl/pleinpubliek. Jim van Nieuwenhuizen, als je zo terug bent, ga je dan een plaatje opzetten? Ik wel. Ja? Ja. Welke wordt het? Derby en dan Op de Grebbeberg. Op de Grebbeberg. Ja. Dat is echt een typisch plaatje voor vandaag. Nou, als je dat zo op gaat zetten, heel veel plezier erbij bij het luisteren. Zet er nog een paar op daarna. Dit was Pijn Publiek zometeen.